Jongens, meisjes, we staan hier vandaag in Molenvliet. Ik heb gehoord, volgens mij van Bart, dat de jeugdkoning hier achter mij woont. En wij gaan eens bij haar aanbellen. Trouwens, als verrassing, ze weet het niet. En misschien zijn de hofdames er ook wel, om te kijken hoe zij nou eigenlijk woont. Kom Bart. Ik zie wel meerdere fietsen staan. En het moet nummer 40 zijn. Moet het adres maar niet verklappen, want anders komen natuurlijk alle fans komen hier naartoe. Zo, eens even kijken. Ding dong. Spannend. Kijk eens, hallo. Hoe is het? Ja, goed. Oh, wist jij dat we kwamen? Ja, stiekem wel. Dat heb ik net gelogen, jongens. Nou, dames, hier zitten we dan. Bij jou thuis. Ja. Zullen we bij jou beginnen? Ja, is goed. Wie ben je? Hoe heet je? Wat doe je? Enja, Rutte, 18 jaar. Woerden, kom ik vandaan. En ik doe op dit moment even niks, want ik ga studeren straks. En wat ga je doen? Ik ga maatschappijleer doen, lerarenopleiding. Oeh, dat klinkt wel heel interessant. Wat denk jij dan tijdens de weken met maatschappijleer te doen? Of denk je van nee, dat begint pas volgend jaar en ik ga me nu echt alleen maar richten op kinderen? Nu is echt, mijn focus ligt nu op de vakantieweek en mijn studie komt later wel een keertje. Wat is voor jou de reden geweest om jeugdkoning te willen worden? Maestro. Echt van kleins af aan al opkijken naar die mooie meisjes en dan dat ook willen zijn. Ja, nu komt dat uit, dat is wel heel bijzonder. Het volgende slachtoffer, wie ben jij? Nou, ik ben Corina, 18 jaar. Ik kom uit Zegveld en ik zit op het Graafs Lyceum in Utrecht. En jij wordt hofdame? Ik word hofdame. Maar waarom wil jij nou juist hofdame worden? Voor mij is net als Enja echt een meisjesdroom. Vanaf dat ik 4 jaar ben, wil ik al in het Koninklijk Trio zitten. Wat vond jij als kind nou het leukste om te doen tijdens de week? Ik ben als eerst, dus toen ik 4 jaar was, ben ik naar de kaasmarkt gegaan. Dus dat heb ik eigenlijk altijd wel het leukst gevonden. En daarna kwam de spelenkermis. Dat vond ik ook heel gaaf. Nou, vertel. Nou, ik ben Charlotte Nap. Ik ben 17, kom uit Zegveld. Ook Zegveld? Ook Zegveld. Het is hartstikke gezellig in Zegveld. Dus ik doe ook eventjes niks. Ik ga ook even een jaartje niks doen. Ik ga naar Ecuador 3 maanden vrijwilligerswerk doen. En dan hoop ik de verloskunde studie op te gaan pakken. Oh, wat leuk. Ecuador 3 maanden zeg je. En wat ga je daar precies doen? Ga ik daar nog een klein beetje zien. Dat is de cultuur die daar heerst. En ik ga daar mijn plekje wel vinden. Ik hoop hele leuke mensen te gaan ontmoeten. En mijn handen daarin te kunnen gaan zetten. En wat ga jij doen tijdens de week? Waar heb je het meeste zin in? De verbindende schakel zijn tussen mensen die niet kunnen komen. En dat wij er dus heen mogen. Dat lijkt me gewoon onwijs leuk. Bijvoorbeeld het ziekenhuis en Beddenstein, of hoe heet dat tegenwoordig? Ja, Beddenstein. Vind je het niet spannend? Ja, natuurlijk wel. Maar ik vind het in ieder geval heel erg leuk. En ik geniet nu al. En het komt echt helemaal goed. Nou, klinkt hartstikke goed. Ben jij al klaar voor je speech? Ja, alles is geschreven, alles ligt klaar. Ik vind het heel spannend, maar het komt wel goed. Ga je al een stukje voordragen? Of niet? Nee, schijn. En iets over de jurk, want dat is elk jaar weer een geheim. Kun je al in ieder geval vertellen wat de kleur gaat worden? Nee. Jij ook niet? Nee. Nou, dan moeten we daar maar op gaan wachten, jongens en meisjes. Heb jij de kinderen nog wat te zeggen voordat ik weer naar huis ga? Daar moet ik even over nadenken. We hebben nu. We hebben nu gezien hoe de jeugdkoning en de hofdames een soort van leven. We hebben niet je kamer gezien, maar dat mocht niet. Dat mag ik ook helemaal niet zeggen. Het slaat ook helemaal nergens op. Maar anyway. Jongens en meisjes, kijk snel op onze website op www.vakantieweek.nl voor het hele programma. Of bekijk onze Facebookpagina of Twitter. Tot vrijdag.